Je gelooft je oren misschien niet, maar dit is een optreden van techno-dj Lady Ida. Maar dan in plaats van techno is er meditatie. In plaats van beats is er de fluisterende stem van Lady Ida. Want naast techno-dj is ze ook yogi. En ze maakt wat bijzonders van haar editie van Lay Down and Listen. Een beetje een ervaring waarbij je naar binnen keert. Dus niet echt meer bezig bent met wat er om je heen gebeurt. Maar echt helemaal naar binnen gaat en een reis maakt door het geluid. Een reis maakt door soundscapes in verschillende vormen. En ook bij jezelf naar binnen durft te kijken naar je eigen emotie en naar je eigen gevoel daarbij. Dat is ook echt de kracht van alle laydown en listens die we gedaan hebben. Dat de muziek wordt bepalend en jij ligt en je hebt je ogen dicht of open, maar... Ja, dan komt het harder binnen. Het was heel veel zoeken en puzzelen voor Ida om de avond samen te stellen. Want in plaats van helemaal uit je dak gaan, moest haar publiek nu liggen en luisteren. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten, dus ik dacht ik laat het over me heen komen. En ik vond het heel bijzonder eigenlijk om mee te maken. Je raakt echt een beetje relaxed. En dat was eigenlijk ook mijn doel, dat ik hoopte dat ik ontspannen eruit zou komen. Ja, dat is ook wel zo. Ik wil nu eigenlijk ook alleen maar slapen. Nou, het is bijzonder dat je door die klanken en door die muziek, en het is zo verschillend, dan kom je toch in een ander laagje bij jezelf, vermoed ik. Ik weet niet helemaal hoe dat werkt. Zij legt heel veel uit. Daar begrijp ik geen hol van. Ik kwam hier eigenlijk best wel gespannen binnen. In principe ook een beetje met mijn werk en alles. En nu ben ik eigenlijk heel erg ontspannen. En dat komt omdat je je voorbereidt op een, wat ze al zegt, een reis. En daarbij ben je eigenlijk een beetje bezig met je eigen lichaam. En uiteindelijk om daardoor tot jezelf te komen. En dat is uiteindelijk best wel goed gelukt. Ik vond het buitengewoon ontspannend. En ik vond de muziek echt geweldig. Die was heel goed gekozen. Ja, af en toe heel activerend en dan weer rustig. Ik hou van dit soort muziek, dus dat was gewoon helemaal mijn ding. En je kon er echt helemaal op wegdrijven. We worden natuurlijk overspoeld met digitale informatie. We lopen over. Je hoort ook dat steeds meer mensen met burn-out zitten. De informatiestroom is zoveel dat het belangrijk is dat we af en toe een break nemen en teruggaan naar de essentie. Wie we zelf zijn, maar ook zeker de natuur. De volgende editie van Lay Down and Listen in het Muziekgebouw is op 3 oktober en wordt verzorgd door Pieter de Graaf, die dan de avond leidt van achter zijn piano.